Ik was verschrikkelijk opgewonden. Ik kon eerst eigenlijk niet geloven dat ik dit zie lees en hij zei pregnant. Nee, ik heb zo geskree en ik heb opgehaard lopen in die huis, want ik was bij haar geweest. Toen zei ik voor, want is hij zo'n digital toetsie, toen zei ik voor, maar hij denkt nog, want hij flasht nog zo'n ierglastekentje op me, niet tekentje. En toen zei hij, ja, want hij is bezig om uit te werken hoe lang hij al zwanger is. So, dit was nogal, dit was baie exciting voor mij. Derek iets om gehuild te hebben, so, maar hij was baie blij. Och, Shane, het gaat rarig goed met hem. Het is maar, dit is het dagelijkse struggle om je rugby of achter te los. Shane, mensen kan niet verstaan hoe ik kom. Ik meen, het is al wat hij nog zijn hele leven lang gekend heeft. So, dit is maar een battle wat mensen blijven fight, maar dit gaat rarig met hem ongelooflijk goed. En hij maakt baie vordering. Ik meen, dit is rarig amazing. Soos hoe hij rarig probeert om uit die situatie uit te komen en om net beter te voeren alles. So, ik is mal over dat hij eigenlijk zo zwaar probeert en vordering maakt. So, ik ben trots op hem en hij is verschrikkelijk opgewonden. Hij is raar, hij kan niet wachten om die bal wat te krijgen. Hij hoopt zeker, maar ik denk hij hoopt zijn dochterkie, maar hij mooi. Hij heeft mij zo'n surprise gisteren toen ik opkom met die trap in en ons kamer en komt hij staan daar, op mijn bed, op ons bed, Louis Vuitton zak, maar zo'n bruin zak en is toe en ik kan niet zien waarop binnen is, maar ik slow excited want ik is net Louis Vuitton. En toen ik die zak op, maakte hij voor mij zo'n baba zak type aanzak gekoop. Dat is nog wel een baie groot percent. Zeker maar daar wat die man voor die vrouw koop als hy net baba krijg. Al aanpassing wat ek moet maak met my eetgewoontes is om een beetje gezonder te probeer eet. En mense is ook baie meer gereeld honger. Ek raak 'n verskriklike honger wat ek nie vir iemand kan beskryf nie. So ek eet so 'n bietjie meer en is eintlik erg want hulle sê mense het net 400 kalorieë 'n dag meer nodig as jy swanger is en dis soos halwe piesang. So dis 'n bietjie erg. Ek weet jy, ek raak baie meer honger as net vir halwe piesang. So ja, Derek watch my so 'n bietjie, laat ek 'n bietjie gesonder probeer eet, maar dis maar al wat ek aangepas het.